3, 2, 1, start. Kom maar. Ja, ik vond het wel top, want we gingen gewoon veel actief bezig en ook in de met zalen, samenwerking. Hey. En als je niet super goed in push-ups bent, geef ik zelf de tip om elke ochtend en elke avond even 5 push-ups te doen. Ter voorbereiding op de selectiedag heb ik een soort sportschema gekregen voor inderdaad die push-ups en de sit-ups. En met het hardlopen. Succes. En dat heb ik dan 2 keer per week heb ik dat gedaan, het hardlopen. Ja, ik zit zelf op voetbal, dus daar heb ik ook wel een beetje conditie van. Mensen onderschatten het wel. Ze denken, oh, die 2,2 kilometer, die ren ik wel even. Maar het moet wel gewoon, als je nog nooit hebt hardgelopen, is het wel gewoon een afstand. Goed zo, jongen. Adieu. Ik weet nog bij mij dat het echt heel erg koud was en echt heel erg sneeuwde en zo. Dus we hadden meteen een goede eerste indruk, zeg maar, over hoe het misschien later zou kunnen zijn. Dus meteen een goede voorbereiding. Het meest uitdagende vond ik tot nu het tijgeren met de kisten op de grond. Hop, kruipen, kom in. 3, 2, 1. Ik had de balken aan elkaar moeten maken, zeg maar, touwen. En dan moest je die verplaatsen met ontrop of zoiets. En dat je elkaar moest leiden, het ene bril op had en de andere van die gordingen. En nou ja, dat moest dus maar iemand over een parcours heen leiden, dus dat is wel leuk. Vooral het hardlopen vond ik ook wel leuk, maar ook alle zeg maar, teamdingen die je moest doen waren ook leuk. Mijn tip is vooral na de sporteisen, die zijn natuurlijk ook belangrijk, je goed op gesprek voor te bereiden. Dat je weet wat je komt doen, waar je heen wil. En wat je uiteindelijke doel is. Ik heb me voorbereid met het gesprek met collage. En dan met plaatjes kan ik vertellen, aan de hand van de plaatjes vertellen hoe en wat wie ik ben. Ik heb foto's erop gezet van mijn opleiding, wat ik wil gaan doen. Over mezelf, mijn hobby, school. En daar ga ik dan wat over vertellen. Ik adviseer sowieso gewoon even op een open dag gewoon te gaan kijken, op een doedag gewoon voordat je inschrijft voor de selectiedag. Gewoon dat je gewoon even kan kijken, is het echt iets voor mij? Is de sfeer op de school fijn? Vind ik de mensen gezellig? Dus natuurlijk ook wel fijn dat je gewoon op je plek zit op een school en dat je gewoon fijn voelt. Het advies die ik zou geven is gewoon luisteren, hard werken. Gewoon jezelf zeg maar laten zien wat je bent. Er waren ook best veel mensen afgevallen en dacht ik van dit heb ik gewoon bereikt. Dit heb ik gewoon, dat trainen is wel gewoon ergens voor gekomen en ik heb het gewoon gehaald. Dus ik was wel gewoon trots op mezelf. Stop! Goed gedaan.